Volksgezondheidsminister Amar Ramadine maakt zich zorgen om de COVID-situatie in ons land. Op de reguliere persconferentie gaf hij aan dat er maatregelen getroffen zullen worden tegen personen die de COVID-maatregelen niet naleven. Een deel van de samenleving geeft geen gehoor aan de avondklok en personen houden zich nog steeds op in groepen zonder de sociale afstand in acht te nemen. Deze situatie baart de minister ernstig zorgen. Ramadine zegt dat de regering geen strengere maatregelen wil treffen, omdat het volk ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Maar het was niet de focus daarop. We wilden de verantwoordelijkheid plaatsen in de schoenen van de burger zelf. Wij worden echter in de hoek gedrukt en op een gegeven moment zullen we genoodzaakt moeten zijn de handhaving conform de wet toe te passen. Vergeet u het niet, vergist u zich niet. De maatregelen zijn vastgelegd bij presidentieel besluit. Laten we het respect tonen voor het instituut van de president, omdat die een bepaald besluit heeft genomen. Minister Ramadine zegt dat er protocollen ontwikkeld zullen worden met dien verstande dat de economie niet platgelegd hoeft te worden. De protocollen worden onderverdeeld in twee groepen, de zorgsector en de niet-zorgsector. En de komende week gaan we definitief bepaalde protocollen vastleggen en distribueren, zodat het bedrijfsleven, maar ook de activiteiten in de maatschappij weer kunnen normaliseren onder veilige omstandigheden voor de werkers, maar ook voor de samenleving die gebruik maakt van de dienstverlening van verschillende personen. Amar Ramadine, minister van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie.